Als ik er verantwoording voor zou moeten nemen, zou ik geen moslims in een beveiligingseenheid van Wilders opnemen. Kijk, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Want het speelt net in Nederland op het moment van het proces van minder Marokkanen. Je brengt die mensen in een problematiek, hoewel je het natuurlijk moet uitleggen. Kijk, dit is een man die tegen de islam preekt. We willen u niet in zo'n problematische positie brengen. Dat heeft niets met discriminatie te doen. Een recent artikel in de Franse krant Le Parisien beschrijft een intern document dat ze gekregen hebben, waarin beweerd wordt dat 17 politieagenten tussen 2012 en 2015 geradicaliseerd zijn en onder andere geweigerd hebben om synagoges te beschermen of een minuut stilte in acht te nemen voor doden van terreuraanvallen. Dit betreft allemaal moslims. Wat is het gevaar van dit? Je geeft dus aan mensen wapens die wapens legitiem mogen gebruiken. We hebben in Amerika een enorm extreem geval gehad van een Amerikaanse moslim, psychiater en majoor van de medische troepen, Nidal Malik Hassan, die in 2009 zijn wapen gebruikt heeft om 13 mensen te doden in het leger en meer dan 30 te verwonden. Dat speelde in de basis in Fort Hood. Dus dit is een voorbeeld van wat als het erg misgaat, gebeuren kan. Iemand, een van die geradicaliseerde moslims die rechtmatig wapens draagt, of in het leger of in de politie, gebruikt die om andere mensen te vermoorden. De Joden lopen daar het grootste risico. Wij weten van de afgelopen tientallen jaren dat alle moorden in Europa vanwege antisemitische motieven door geradicaliseerde moslims zijn gepleegd.